Welkom bij Hot Shots, de show met hete shotjes en zelfs hetere vragen. Jij bent goed met spicy? Relatief wel, ja. Ik drink geen spuitwater omdat ik dat pikant vind. Nee, het is wel spicy, maar het is oké. Wow, doe even allemaal normaal. Jij kunt niet zo doen. Oh, mijn broek. Wat een kut format. Wat een mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van Gossip Guy Podcast. Mijn naam is Ender Scholtens en vandaag zit ik hier met Jean Valery, als ik ken jou. Zeker, met je? Dikke in orde. Ik ben fucking blij dat je hier bent, man. Ik ook. Ik heb een tijd geleden, 2 jaar geleden, meer zelfs, gevraagd of dat jullie met 2 wouden langskomen. Toen zat jullie ineens bij Welcome to the EE. Ja, zwaar. Dat is zelfs nog ervoor, denk ik, dat jij dat hebt gevraagd. En dan is dat een beetje vervaagd in Instagram. Pittig, ja, vaag. Ik dacht van, ik hoor het wel wanneer het zover is. En ineens zag ik een andere podcast. Dus ik ben heel blij dat je hier nu bent, want dit is uw eerste solo-podcast. Dit is de eerste keer dat ik dat alleen doe, inderdaad. Dus ik vind het wel pretty interesting, eigenlijk. Is het stressy? Ça va. Ik heb niet zo'n stressy connectie met u, dus het is niet, okay. Het voelt niet zo stressy. Dan ben ik blij. Iemand met wie dat je misschien wel een stressy connectie hebt, die zit hier bij ons. Dat is Willy, avondmaal. En jij mag kiezen, waar zit hij juist? Waar hij zit, ja. Op een strandje. Dat past wel bij hem. Of nee, bij de Teletubbies heuvel. Oh, jij bent echt het zonnetje gewoon daar. Ja. Jij die zo boven de heuvel komt. Dat is wel een funny plek, man. Nu, ik weet wie jij bent. We hebben elkaar ondertussen al ontmoet. Maar er zijn misschien mensen die kijken die nog niet goed weten wie jij bent. Van waar zouden ze kunnen kennen? Dus ik ben Jean Valery, of Jean Valery in het Nederlands. Je kunt mij kennen van Blackwave als artiest. Ik ben sinds kort ook iemand die heel veel loopt. So check me out on Strava. Jij loopt veel? Ik loop heel veel. Waarom? Gewoon. Waar loopt je van weg? Van al mijn problemen. Nee, ja, het is gewoon zo mijn nieuwe passie gevonden om zo tot mezelf te komen. Dat is wel de eerste keer dat er iemand Strava plukt op de podcast. Ja. Dus, je bent alvast een pionier. Dat is inderdaad de eerste keer. Het is misschien leuker dan zo, check out my IG. Whatever. Ja, Instagram of whatever. Kunt je mij dat proberen uit te leggen, want ik heb het gewoon nog niet genoeg gedaan waarschijnlijk, maar what the fuck is er nou eens aan lopen? Ik weet niet, ik denk dat voor iedereen heeft zo wel zijn ding of zo. Bij mij is dat gewoon, je begint heel hard te letten op zo je lichaam, de manier dat je ademt. Gewoon, ja, dat is zo'n hele goede manier om zelfreflectie te doen ook. Heel veel gewoon in jezelf zitten of zo. Ga je dan met muziek lopen? Ah, wel, vroeger dus echt veel met muziek, maar dan let je eigenlijk totaal niet op wat je aan het doen bent, qua ademhaling, whatever. En dan ben ik heel lang zonder muziek beginnen lopen en nu loop ik met muziek, maar dan zo bone conductor oortjes. Gewoon echt raw doggen en lopen. Ja. Rauw gaan lopen. Ja. Shit, man. Zonder alle prikkels. Heb jij dan zo een watch dat je op zijn minst kunt kijken? Iets van statistieken of zo? Ja, het ding is, dat is nice om te hebben. Om in het begin zo even je stats te kunnen checken of whatever. Maar je mocht dat ook zo niet te hard overanalyseren, vind ik. Ja. Dus nu probeer ik dat eigenlijk gewoon, ik zet dat aan, maar ik ben er niet te veel mee bezig tijdens het lopen of zo. Ja. Hoe zit dat met u? Jij was ook eens een keer naar de gym gegaan, toch? Nee, even een serieuze vraag. Bro, zie ik eruit dat ik naar de gym ga? Ja, maar ik vertelde dat jij een keer een gymbro had gevonden en dat jullie gingen gaan elke week. Ja, dat is uiteindelijk toch niet helemaal gelukt. Het was even druk. Maar gymmen vind ik zelf niet zo nice. Maar ik heb hetzelfde met lopen, want dat is zo rauw. Dat is zo de puurste vorm van exercise. Want ik heb... Ja, daarom vind ik zo nice. Dat is eigenlijk super simpel, iedereen kan dat. En dan kun je daar gewoon heel hard in groeien ook of zo. Maar hetzelfde met fitnessen. Dat zijn zo de puurste bewegingen dat je kunt doen om het meeste effect te hebben. Maar ik heb zoiets van gamify dat een beetje. Of zo maak er een spel van. Maak dat leuk. Ik vind dat iets te statisch gewoon, gym. Ja. Ik ga nu 2 keer per week ongeveer naar de gym. Ik vind dat fucking cute. Maar ik vind het nog cuter om chubby te zijn. Dus dat is de reden dat ik naar daar ga. I see. Ik vind dat minder kut om chubby te zijn. Ik vind naar de gym gaan dan net iets kutter. Ja, smaakverschil of zoiets, waarschijnlijk. Nu, jij bent muzikant. Ja. Als er morgen aliens naar deze aarde komen met een of ander wapen dat ons allemaal doof maakt, wat doe jij? Oeh. Ja, geen idee. Zijn er alternatieven? Zijn er andere opties? Andere opties dan muziek maken, bedoel je? Ja. Dan zou ik gewoon proberen atleet te worden of zo. Denk dat nu... Het zou je lukken ook gewoon. Dat is... ik ben altijd zo'n heel harde sportfanaat geweest. En altijd best goed geweest in elke sport dat ik heb gedaan, maar zo nooit er echt volledig voor gegaan. Okay. En daarom dat ik nu zo bij het lopen het gevoel heb dat ik daar eigenlijk wel voor zou kunnen gaan of zo. Nog steeds, zelfs op mijn leeftijd. De volgende Olympische Spelen? Volgende Olympische Spelen, wie weet. 2028? Would be kind of crazy, maar... Ik heb er zo wel even nu net sneaky ingeslide. Jij bent 30 jaar. Ja. Hoe voelt dat? Goed. Voelt dat goed? Ja, eigenlijk wel. Ik voel mij beter dan 2-3 jaar geleden of zo. Okay. Ook omdat ik effectief dan fysiek meer exercise aan het doen ben of zo, denk ik. Ja. Heb jij het gevoel dat, want ze zeggen vanaf je 25 is je frontal lobe volledig ontwikkeld en dan ben je volwassen. Heb je het gevoel dat jij dat hard hebt meegemaakt? Dat jij ineens van de een op een andere dag bent wakker geworden en je ziet van mij, nu ben ik ineens volwassen? Nee, ik voel mij ook totaal nog steeds niet volwassen eigenlijk. Zeker nog heel veel groeipotentieel op dat vlak. Misschien wel zo, dat is ook wel een beetje de blessing van uw carrière of zo. Dat je niet, voilà. Je moet niet super volwassen worden. Allee, dat maakt het ook soms wel moeilijk, inderdaad. Die carrière die ervoor zorgt dat je ze niet per se op een schema leeft of zo. Maar ja, er zijn sowieso dingen die je tegenkomt als je ouder wordt, van verantwoordelijkheden die er allemaal bij komen, die je als kind totaal niet hebt. Ja. Maar ja, er zijn zeker nog dingen dat ik nog moet leren beter doen. Nu, ik vraag u lachend van wat als een alien ons allemaal doof maakt, maar een artiest zijn is een droomcarrière voor heel veel mensen. Had jij vroeger als kind die droom? Of waren er alternatieve paden dat jij dacht te bewandelen? Iets wat jij heel graag zou doen? Ik had niet per se de droom van artiest zijn, omdat ik pas op een vrij late leeftijd of een latere leeftijd echt heel hard ben bezig geweest met muziek. Ik denk vanaf mijn 13 of zo. Dan is dat wel beginnen groeien. Daarvoor was dat er niet per se. Echt in het lager en zelfs nog voor het lager was ik superveel bezig met zo ruimte. En gewoon willen naar space gaan. Wat sprak je daar dan zo aan? Gewoon het feit dat mensen daar niets over weten. Allee, of niets is relatief, maar er is heel veel dat we nog moeten ontdekken of zo. Dat vond ik er super interessant aan. Dat is inderdaad gaaf. Nu, ik heb een cadeautje voor u. Okay. We steken dat normaal gezien in een doos, maar uw cadeautje is net iets te groot om in de doos te steken. Okay. Dus ik heb een lieftalige assistente die het aan u komt geven hier. Nog niet kijken totdat Willy misschien op zijn plek terug zit. Maar dan, wanneer dat jij klaar bent, mocht jij het omdraaien. Okay. Weet je wat dat is? Nee. Break Free. En wat is dat nummer? Dat zijn coördinaten, denk ik. Ja, coördinaten van... Uw ster. Echt? We hebben een ster voor u gekocht. Sick. Met de naam Break Free. Van uw nieuwe single. Dus er is ergens in de ruimte... Dat is fucking ziek. Een ster met die naam. Oké, crazy. En hoe kan ik die opzoeken? Ja, joggen. Gewoon naartoe joggen. Je kunt wel in de Star Register gaan zien van wat zijn die coördinaten. Ja, de naam staat hier volgens mij. Is dat ook niet met die QR-code hier dan? Dat kan ongetwijfeld ook. En dan kun je zien waar dat die van nu ergens hangt. Fucking ziek. In de ruimte. Ik ben sowieso de eerste artiest met een eigen ster. De kans is heel groot. In België misschien. Ik heb er ook eentje, maar ik ben geen artiest natuurlijk. Maar je bent misschien de enige die een single heeft vernoemd naar een ster. Of een ster vernoemd heeft naar een single. Sick. Ja. Merci, man. Nou, heel graag gedaan, man. Want wij zijn allebei, we hebben het nog niet gezegd, maar heel erg fanboys van uw nieuwe muziek. Dank u. Merci. Ik denk dat jij de eerste track naar mij hebt doorgestuurd en dat ik die eigenlijk toen al on repeat had staan. Dat is een oprechte... Ik denk dat de kans heel groot is dat Drive Me Crazy in mijn Spotify Wrapped zit. Bij mij, als het er niet in staat, ga ik heel boos zijn. We hebben nog tijd. Bij mij staat het erin, daar ben ik vrij zeker. Ik ben er ook super nice. Dat is een leuke carrièreverandering of zo. Om nieuwe dingen te doen. Ja, want ineens zijn alle beslissingen die van u. Ja, alle beslissingen zijn van mij. En ook gewoon zo... Ja, het is echt iets helemaal anders. Ja. Je kunt inderdaad niet steunen op de beslissingen van een andere persoon. Ja. En je moet jezelf zo wat heruitvinden ook of zo. Ja, ik denk dat is de tricky part. Dat is echt een super tricky part. Want in het begin was ik dus solo muziek aan het maken. Als iedereen zo... Ja, maar dat lijkt te veel op Blackwave. Dan was ik zo... Ja, maar... Dat ben jij ook. Dat is 15%. Maar ja, ergens snapte ik het wel van zo. Misschien moet dat een beetje los van elkaar kunnen staan. En dan hebben we echt een heel lang proces. Allee, ik en Toby, dus de sound engineer / producer, die met mij samenwerkt, echt een vrij lang proces ondergaan om zo echt iets nieuws te creëren. Gewoon. En dat nieuws zit dan vooral in de sound. Want jij hebt het gevoel dat jij een persoonlijke rebranding hebt gehad na Blackwave? Bedoelt je van imagery of zo? Ja, want dat nee, niet per se. Ik denk dat ik gewoon verder groei in de persoon die ik ook ben bij Blackwave. Maar inderdaad, vooral qua sound. Ja, echt gewoon wat nieuwe dingen opzoeken. Het is veel meer guitar-based, iets heavier. Ja. Hoe kom je daarop? Want ik kan me voorstellen, als je zegt van oké, goed, je gaat solo. Alles kan, alles mag. Ja. Ik ga mijn eigen heruitvinden. Je hebt al een hele carrière, er zijn al verwachtingen. Ja. Of zo. Allee, dat zou ik dan denken. Ja. Om mijn eigen heruit te vinden, ik zou daar zo'n gigantische druk op voelen. dat ik het heel moeilijk zou vinden om dingen te maken. Ik voel die druk wel nu nog steeds ook. Allee, want we zijn nu aan het album aan het werken. Ik weet niet of dat ik al mag zeggen wanneer dat uit is, maar bon, begin 25 zou dat moeten uitkomen. Mm-hmm. Het is gewoon zo'n ander werkproces dan bij Blackwave. Door ook dat ik iets nieuw aan het doen ben, is het nog geen zo natuurlijk proces. Dus qua schrijven en zo duurt dat ook allemaal iets langer. Mm. Dus dat is zo voor mij wat de tricky part. Ik weet niet exact waar ik naartoe aan het gaan was of zo. Maar het is helemaal fijn. Dat het een uitdaging is om die eruit te vinden. Ja, voilà. Het is daarom de uitdaging zit daarin voor mij. Ik kan me voorstellen dat dat allemaal niet zo simpel is. Zeker als je al zo lang een bepaalde muziekstijl aan het maken bent. Yeah. En dat dat ook gewoon uw muziekstijl is die je graag maakt. But you're doing a great job. Voor wat dat waard is, dat ik dat zeg, ik vind de nieuwe muziek heel nice. Ja, en hij is de CEO of music, hè? Ja, hij weet alles. Ik ben die grote baas, hè? Hoe noemt u sterren? Dat vraag ik mij ook af. Die hangt hier ergens. Ik ga even snel voorlezen. Als intermezzo. Ender en Claudia. Dat was het cadeautje van mijn vriendin voor ons 2-3-jarig jubileum. Een ster naar ons genoemd. Nice. Dus, dus ik kan niet zeggen dat ik een ster heb. Jullie hebben een ster. Ja, dus je bent de eerste solo-persoon hier misschien in België met een ster. Ik vind ook... Ik ga niet het cadeau afproberen kraken dat ik net aan u gegeven heb, maar wie de fuck beslist er... Dat is van mij. ...dat mensen de eigenaars zijn van de sterren. Van de ster, ja. Ja, het staat eigenlijk echt nergens op. Misschien zijn er nog planeten die zeggen, dit dezelfde is onze ster als die klokken. Ja. Ja, of misschien zijn er aliens die zeggen, oh nee man, dat is echt gewoon puur ruimteafval, pak maar. Dat is eigenlijk gewoon onze uitlaat. Pak weg. Doe mee wat je wilt. Ah, je wilt dat romantisch cadeau met je vriendin. Ah ja. Dat is goed, pak maar. Het is gewoon zo brandend sluikafval. Ja, ja, het zou zomaar kunnen. Maar wel leuk. Heel dat wij dat kunnen doen alsof het van ons is. Dat is zoals land in Schotland kopen. Ik heb daar ook zo gezegd een stuk grond. Echt? Ja, een vierkante meter. Hè. Maar zelfs 1 vierkante meter? Nee, zelfs niet. Ik denk dat dat vierkante centimeters zijn. Ik ben het gaan bezoeken. Hoezo kun je 1 vierkante centimeter omdat in Schotland, dat was het toch, hè? Als je land bezit in Schotland, mocht je jezelf officieel lord noemen. Echt? Dus technisch gezien, op papier dat daar hangt, ben ik Lord Ender Scholtens. Ik ben dat stuk grond in Schotland gaan bezoeken. Stond een massieve boom op. En aangezien dat mijn grond is, heb ik daar tegen gepist. Want dat was mijn boom. En dan ga je weg, want je kunt niks doen voor de rest daar. Beetje vermoeiend dat jij de eerste week dat je dat had, omdat ze Lord. We moesten allemaal my lord zeggen. Ik zei dat oprecht ook. Maar het is correct, toch? Name me like that. Het is toch correct? Wat zou een goede titel zijn voor een eigenaar van een ster? Oeh. Space Lord. Space Lord Jean Valery. I dig it. Iets helemaal anders. Heb je rijbewijs? Nee. Nee, cool. Same. Ik zou het moeten hebben. Nee. Maar kijk. Ah, kijk. De meeste mensen die geen rijbewijs hebben, zijn jonger dan ik. Het feit dat jij 30 bent, 5 jaar. Ik heb nog 5 jaar voordat ik naar moet zoeken. Er is nog een goede gap. Stel, fingers crossed, dat er straks gewoon zelfrijdende auto's zijn. Wij kunnen instappen naar waar dat wij willen gaan. Die dropt ons gewoon af. Maar als dat gebeurt en AI controleert de auto's, komen we soms voor moeilijke dilemma's te staan. Okay. Bijvoorbeeld, stel jij zit in zo'n zelfrijdende auto, volledig autonoom, en je komt op een splitsing. Aan de ene kant liggen er 50... pasgeboren baby's. Maar echt te weinig. Pasgeboren, hè? Dat is nog een beetje glibberig. Jij gaat aan 200 km/u. Aan de andere kant van die splitsing, afgrond. Ja. Afgrond en... Nee. Zo een muur waar een tunnel op getekend staat. Bijvoorbeeld. Zoals in de cartoons. En je rijdt er tegen en het is gedaan. Wat moet die auto volgens u doen? Rijdt hij over de baby's of... tegen de muur. Tegen de muur en hopelijk is die infrastructuur zodanig goed dat dat aan kan. Dat zijn loopholes. Ja. Welk leven is belangrijker, dat van u of van 50 baby's? 50 baby's zou ik wel zeggen. Dat is wel lang wachten ook, hè? Ah, ja, maar dat is toch logisch, je hebt toch een beetje overlevingsinstinct. Jij zou dat je nu gewoon remt. Nee, 200 km/u, je ziet de baby's... 1 seconde. Je kunt niet gewoon zomaar remmen, toch? Op 200 km/u. Maar je kunt dan ook zeggen van... Maar waarom zou die 200 km/u rijden ook? Om 1000 km/u. Je kunt niet meer remmen. Oké, het is in de ruimte. Splitsing in de ruimte, space babies. Space babies en een space muur. Nee, maar ook... Dat zijn autonome auto's, dus die kunnen gewoon fucking snel rijden zonder dat dat... Exact. En die kunnen wel geprogrammeerd worden om te kiezen tussen situatie, baby's op de grond of muur. Maar vind jij dat zelfrijdende auto's de belangen van de veiligheid van de passagiers moet zien als prioriteit nummer 1 of... Nee, zoveel mogelijk toch? Mensenlevens. Omgeving, zou ik al zeggen. Zoveel mogelijk mensenlevens. Allee, mensenlevens / omgeving / En dan is inderdaad uw loophole, die wel gewoon heel waar is. De auto moet veilig zijn dan. Ja, dat het daar zeker een belangrijke loophole is om dat te circumventen. Iets anders wat ik gehoord heb van uw vrienden. Jij houdt wel van spicy saus. Mm-hmm. Hoe spicy durf jij gaan? Heb je zo een idee van de Scoville levels en zo? Geen flauw idee. Okay. Maar dat van die vrienden, dat was met Tunes, denk ik. Ja. Op suiker ook. Mm-hmm. Ja, we hadden voor zijn verjaardag zo die Hot Wings challenge gedaan. Ah, ja? Met zo die 10 sauzen of zo? Ja, Hot Wings. Ja. 9 of 10 sauzen. Alle sauzen waren eigenlijk best chill, behalve The Bomb. Ja. Dat was echt een... Dat was cute. Dat was een unieke ervaring. Brought me straight back to zo een ervaring als kind. Toen ik zo mijn papa wou impressen met spiciness. Mm-hmm. Dat zo een vriendin van hem had iets met een kip met een hele spicy saus gemaakt en rijst. Ik wou gewoon de hele tijd alsof doen dat die saus totaal niet spicy was. Ah. Dus ik bleef dat eten en ik bleef dat eten. En ik was ondertussen aan het wenen. En ik was gewoon zo, nee, dat is echt niet spicy. Dat is echt dat is super lekker. Ik zou mijn ogen niet meer kunnen openhouden. Dat was exact dezelfde ervaring. Oh, fuck nee, man. Met de Bomb. Maar er is zoiets macho-achtig aan pikant eten, hè? Nee, ik heb me erover gezet. Het is zo ergens cool om te zeggen van... dat valt wel mee, dat valt wel mee. Nee, maar het ding is, to a certain degree is dat ook wel echt lekker. Ja. Zijn bepaalde spicy sauces echt lekker? Je hebt echt wel een verschil tussen spicy sauce 1, 2, 3, 4, whatever. Ja, at some point doet het gewoon echt al pijn. Ja, er is een verschil tussen Tabasco en Satan's butthole. What the fuck is this? Ja. Satan's butthole. Ja, je hebt toch echt zo de pikante sauzen waar dat gewoon de hele dingen van is van, als je hier aan ruikt, ga je overgeven. En zo die one-chip challenge. Dat heb ik nog nooit gedaan. Oh, dat wil ik. Een verrassing voor u. Nee. Want dat zou ik mee moeten doen en dat wil ik niet. Maar de Bomb van die sauzen, dat vind jij verschrikkelijk? Die Bomb was echt... Het ding is dus, de opbouw daar naartoe werd iedereen zo overconfident. Yeah. Van zo, oké, dit is niet zo spicy. En ineens de tweede Bomb. Ook totaal niet spicy. 3 ook niet spicy, whatever. En dan bij 5 en 6 waren we zo, ja, ça va wel, maar ook... Hey, dit voelt niet echt als een challenge of zo. Dan denk ik, de Bomb is nummer 7. Ja, iedereen was zo confident geworden dat we gewoon zo heel die wing hebben gedipt in die saus. Oh. En dan... Ja, dat... En dan ben ik een week later wakker geworden. Al mijn kleren uit het station. We hebben wel echt zo'n filmpje en je ziet echt gewoon iedereen zo... Dit is veel te fucking pikant, zo die shit. Zou dan zo een format als Hot Ones, zou je dat ooit willen doen? Ik zou dat sowieso doen. Ja. Dus als Sean Evans je stuurt... Wilt jij chicken wings met mij komen eten met pikante saus, dan weet jij daar. Ja, ik zou dat zeker doen. We hebben hier geen Hot Wings en Hot Ones... is onder copyright-wetten niet iets dat wij kunnen doen hier, maar wel de next best thing. Welkom bij Hot Shots, de show met hete shotjes en zelfs hetere vragen. Mijn naam is Ender Scholtens en ik zit hier met Jean Valery. Shit bro, we hebben hier allebei 3 shotjes. Die gaan van niet super spicy naar insane spicy, want in dit shotje zit de Bomb. Nice. De hot sauce waar jij geen fan van waart, zit hier effectief in. Oké. We hebben hier onze menuzie gekozen. Jij wilt graag sinaasappelsap, ik heb melk. Jij bent goed met spicy? Relatief wel, ja. Ik drink geen spuitwater omdat ik dat te pikant vind. Echt? Dus dat is mijn... nee. Maar ik ben echt heel slecht tegen de pikant. Kans dat je gaat afzien bestaat wel. Ja, ik zal beginnen met mijn vraag stellen. Hè. Ik ben echt aan het panikeren even. Moeten we niet eerst de shot nemen en dan vraag stellen? Wilt je beginnen met het zachtste shotje? Ja. Je moet het niet in één keer naar binnen werken als je eerst wilt proeven. Dat ga ik doen. Wow, voor mij is deze al heftig. Deze is echt al heftig voor mij. Dit is wel best spicy, hè? Dat lukt wel. Hoeveel meer spicy gaat dit worden, gast? Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Moet jij er eens en Willy? Allee, kom. Je had ook zo wel eerst even laten roteren in mijn mond, dat was ook geen goed idee. Dat is exact wat ik ook gedaan heb. Oké, Blackwave. One down. Jullie hebben heel wat jaren samen muziek gemaakt, samen getoerd. Jullie hebben allebei beslist om apart je carrière verder te zetten. Is er beef? Nee, totaal niet. Okay. Want we zijn ondertussen ook nog steeds met Blackwave aan het toeren. We hebben getoerd met Eric The Architect, zowel dat we onze dingen aan het releasen waren, terwijl Willem zijn album aan het releasen was. Dus dat gaat zeker nog verder. Zonder twijfel. Oké. Dat is de eerste hitte vraag. Nu moeten we weer een fucking shotje doen. Bro, ik heb het gevoel dat jij bent echt aan het chillen. Ça va, ça va. Het is al spicy, maar het gaat er wel door. Je klaar voor het tweede shotje? Cheers, bro. Dit is veel chiller. Dit is veel chiller. Dat was volgens mij eigenlijk misschien 1. Valt mee. Je hebt op internaat gezeten. Was dat kut? Hoe de fuck weet je dat? Wij weten alles. Wij moeten dat weten. Was dat kut? Nee. Dat was vooral een beetje zo beuze. Het ding is, mijn ma werkte toen in Frankrijk en toen woonde ik bij mijn grootouders. En ik was zo, ik wil eigenlijk iets meer connectie creëren met andere leerlingen of zo. En gewoon meer rond andere kinderen zijn. Dus dan heb ik dat in het lager 1 jaar geprobeerd. Nou, uiteindelijk dat geskipt en dan in het middelbaar ook nog iets gedaan. Mm-hmm. Dat was niet super chill of zo, maar dat was ook wel niet... Okay. Het was dan bijna een persoonlijke keuze dat jij... Dat ja, eigenlijk wel. Oh, ja. Shit, want het cliché is dat mensen daar niet graag naartoe zouden gaan. Ja, en ik snap dat cliché ook wel, maar het was ook wel praktisch of zo. Je bent veel te chill om echt zo drama-vragen aan te proberen stellen. I love it, perfect. Dit shotje bevat The Bomb. In de show is dit waar celebrities wenen. Ja. Ik heb al geweend. Ik ben benieuwd of dat jij ook we zullen zien, een traantje laat. Ik ben heel benieuwd. Cheers, bro. Dat doet pijn. Ik vind het is nog oké. Ik denk dat die tomatiesap dat echt wel een beetje neutraliseert, maar... Bro, doe even allemaal normaal. Jij kunt niet zo doen. Jij mag dat mij niet zo doen. Dat is niet eerlijk. Please. Nee, ik kan mee doen. Ik kan mee cool doen. Ja, nee, dit gaat wel. Ik kan wel even liggen als dat mag. Nee, zo wel. I've been through worse. Dit is fysieke pijn. Dit doe je toch niet op eten? Dit doe je toch niet op eten? Oh, ik ben blij dat ik een fucking t-shirt aan heb. Oh, mijn broek. Ja, ik ben er nu ook wel over. Stop met zo'n fucking graven. Nee, het is wel spicy, maar het is oké. Okay. Ah, fuck, ik had niet aan mijn oren horen. Fuck! Maar dat is echt wat ik doe. Jullie zitten zo hoog te wrijven. Moet jij mijn melk in je oren? Niet mijn oren. Ogen dus. Oh nee, fuck, die hotshot heeft je brein al geëffend. Oh, fuck, nee. Oh, nee. Heb jij nog een spicy vraag voor mij, want ik kan even niet nadenken. Nee. Oh, fuck, ik ben nog steeds een beetje aan het processen, maar het aan het neutraliseren. Wat een kut format. Zelf mee opgekomen. Ja, zelf verzonnen. En ik wist toen al dat ik kut idee was. Terug naar de podcast. Dat is goed gek. Viel wel mee, ze viel wel mee. Oh, fucking chill. Viel keigoed mee. Nee, ik voel niks. Nee, ik voel helemaal niks. Stoel. Iets heel belangrijk waar we het nog niet over gehad hebben. Blackwave, sure, jullie doen jullie solo-projecten, maar jullie doen ook nog steeds dingen samen. Ja. Zoals de Red Bull Soundclash. Yes. Ga je binnenkort doen. We zijn dus gevraagd door Red Bull om de Soundclash terug te brengen in België. Dat is eigenlijk een concept dat 2 bands tegen elkaar opnemen in een soort van rondesysteem. Allee, dat er een winnaar mag zijn aan de hand van... decibels, denk ik. Decibels, inderdaad. Dus hoe harder het publiek juicht en klapt, zorgt voor de winnaar per ronde. Wij gaan dat doen tegen Compact Systems. Oké. Ja. En wat denkt u van de tegenstand? Ik denk dat dat echt een perfecte tegenstand is. Omdat jullie gaan winnen. Nee. Allee, het zou dom zijn als we een tegenstander kiezen, want wij hebben Compact Disk Dummies gekozen, omdat we weten dat we gaan winnen. We hebben echt iemand gekozen. Ja, we hebben echt iemand gekozen, of een groep gekozen, dat we dachten van... Dat is echt een waardige tegenstander op vlak van zo... Ja, dingen naar hun eigen hand te kunnen brengen en ook echt een zieke show te kunnen leveren. Dat zijn wel goede performers, hè? Ja, supergoeie. Want ja, vooral duidelijkheid, wij gaan. Ik ben 100% team Blackwave. Maar we zitten met iemand die dat niet is. Ik zie hem al zitten. Ik neem in ieder geval, als het toch met decibels is, ik pak een zware airhorn mee. Gewoon... Ook naast de decibel mee. Maar toen dat ik... Want wij zijn langs mogen komen, merci nog eens daarvoor trouwens, op een van jullie concerten. Matthias en ik. Maar tegelijkertijd zat die motherfucker bij de tegenstanders. Wow. Motherfucker. Motherfucker, ja. Rustig aan, hè. Het blijft nog altijd gewoon een sportieve competitie. Dat weet ik dus nog niet. Het is een muzikale competitie vooral. Maar gewoon een beetje sportief zijn. Allee, sportiviteit. Ja, ik weet niet of jij dat weet, maar hoe dat die mannen op het podium stonden, dat... Moeilijk toch? Ja, je denkt dat... Nee, sowieso. Ik heb Lennart en Janus al zien performen. En die hebben wel echt een zieke energy. Lennart zijn seksappeal was massief op dat podium. Ja. Ik dacht even voor een seconde... Hij is een t-shirt uit. Ja. Veel meer seksappeal hier. Lennart is op de fucking... is massief hoog geklommen en is beginnen performen van een fucking... Dat zijn wel dingen die hij doet. Ja. Dat ik eigenlijk nog nooit heb gedaan, dus wie weet. Ja, maar dus zij stonden op het podium, deze gasten stonden in het fucking publiek moshpits te doen. Dus ik weet niet of je daarover kunt. Ik weet niet of je weet hoe dat die mannen eruit zien, maar ik heb even getwijfeld aan mijn seksualiteit. Na die performance. Okay. Ik denk dat je echt niet goed vat hoe dat die... Nee, maar je waart er niet natuurlijk, hè. Insane. Ik denk dat je daar wint met de seksualiteit. Ja. Er is al heel duidelijk een leven voor en na een performance van de Compact Disk Dummies. Oké, dus nu wilt jij je herboren. Ik ben een nieuw persoon. Nice. Ik ga joggen. Want jij bent er langs geweest bij een boodschap. Matthias, hebben wij iets van boodschap? Ik ben hier samen met de heren. Compact Disk Dummies. Dat is een specifieke boodschap dat jullie nu zouden willen delen met Ender. Ender, iedereen maakt foto's. Ja, dat is waar. En op zijn is dat niet erg, omdat smaken evolueren. Dus jullie zeggen eigenlijk dat Blackwave een beetje guilty pleasure muziek is. Blackwave is een soort van guilty pleasure muziek. Dat is zoiets waar je eigenlijk voor zou moeten schamen. Een beetje wel, ja. Dus Ender moet beschaamd zijn. Ja, maar zoals ik al zei, en zijn nog jong. Het kan nog beter, echt waar. Ik ben meer discus aan het krijgen dan hij. We maken ze kapot. En dan gaan ze vernederen. Gewoon maar echt vernederen. Ja. Oh shit. Oké. Dus zij gaan nu zo talking trash. Oké, maar ik ga eerlijk zijn. Ik heb mij misschien ook al een beetje laten meeslepen door het enthousiasme daar. Bro, wij hebben geen ruzie. Ik vind dat jij van de set verwijderd moet worden. Ja. Gewoon zwart scherm als jullie nu te zien. Nee, ja, kijk. De game is on, gewoon. Kunnen we gewoon even poep praten over de andere gasten? Wat was dat ik moet opgroeien om naar muziek te luisteren? Misschien is dat juist het ding dat ik niet fucking 40 ben. En dat ik daarom naar goede muziek voor onze generatie luister. Of is dat te bruut? Nee, dat is het probleem. Love die gasten ook. Maar ik love everyone. We hebben er al over gepraat, maar ik ben al een tijdje wel fan van Blackwave. Ik stem voor jullie daar. We gaan Willy gewoon moeten overtuigen. Ja. Ja, maar ik zeg het, alles heeft een prijs natuurlijk. Hè. Bewijs dat je meer seksappeal hebt. Deze gast. I got you. Stel voor, ik sta daar gewoon zo op de Soundclash. Oh, fuck. Oh, nee. Die hebben allemaal hun t-shirt uit. Switching teams. Nee, want jullie hebben ook special guests en zo die mee naar daar gaan. Ja, inderdaad. Maar we hebben nog niks over mogen zeggen, jammer genoeg. Ik ben niet gewoon zo klein en zo. Nee. Klein tipje van de sluier. Nee, moeilijk. Stel je voor dat jullie zo dezelfde special guest hebben. Oh, fuck. Dat is heel hard stukken, maar ik denk het niet. Oké. We hebben hier, voordat de podcast start, hebben wij allemaal complimenten gegeven over je outfit. Zijn er kleren die jij nooit zou dragen? Niet veel. Alleen als er misschien zo echt heel rare prenten op staan of zo. Okay. Maar voor de rest... Maar je bent echt ook inderdaad aan heel fucked up tekens en zo. Er zijn zo'n paar dingen... Ja. Super veel respect voor Walter Van Beirendonck, bijvoorbeeld. Maar die zo iets te SM getint zijn of zo. Ja, snap ik. Dat vind ik niet zo nice. Of zou ik niet zelf dragen. Ik vind dat wel een coole kledij op zich, maar ik zou dat niet zelf dragen. Voor de rest zou ik echt wel basically anything kunnen dragen, denk ik. Sick. En zijn er bepaalde dingen dat je hebt afgeschreven? Dat je zegt van... Compact Disk Dummies merch. Nooit. Nee, dat draag ik absoluut niet. Nee, eigenlijk nog niet echt veel. Er zijn dingen die ik beug raak, maar... Ja. Is er zoiets wat je al beu geraakt bent? Dus van die kooltrui ben ik nu even beu. Ja. Maar misschien komt dat wel deze winter terug ook, wie weet. Ik ben er nu al 5 maanden beu. Dat komt er warm is. Het is natuurlijk ook wel gewoon zomer geweest. Ja, dat kan een rol gespeeld hebben. Dat kan zeker een rol gespeeld hebben. Nee, ik weet niet heel veel, zeg, maar ja, gewoon dingen die in mijn kleerkast liggen eigenlijk. Zo even. Want jij bent een stylish guy. Als jij naar ons kijkt, wat voor stijladvies zou je ons geven? Ik vind dat jullie allebei al gewoon een nice stijl hebben. Dank u. Ja? Let's fucking go. Sick. Okay, de color coding zit goed. Het is gewoon all black. Een beetje wit. All good. Ja. Soms is dat alles wat je nodig hebt. De schoenen moeten wel eens vervangen worden, want ik draag die zo totdat ze echt smerig zijn. Ja. Same. Maar met die kleuren kun je er nog meer mee wegkomen dan als je witte schoenen hebt. Als het wel vuil wordt, is het nog steeds nice. Wat is het duurste paar schoenen dat je hebt? In retail denk ik dat die 1300 zijn of zo. Oof. Zo, Margellas. Maar die zijn eigenlijk een beetje kapot. Ik heb die wel gekocht voor 600. Okay. Wat nog steeds fucking duur is. Heb je die gekocht met de look van, ze zijn al kapot? Nee. Er zitten zo heel veel soort van ornamenten op. En dat is gewoon een beetje van... Welk ornament? Ornamenten. Gewoon glitter bedijzeld. Bedijzeldijzel. Een beetje bedijzeld. Maar is dat zo... Ja, zo'n soort van lijm en dan zo... Maar met lijm, echt zo de glue shoes. Cool. Dat is crazy dat je die gekocht hebt. Ja. Ik heb sindsdien eigenlijk ook al heel lang niet meer zo heel dure dingen gekocht in general. Geld was op. Ja, nee, niet per se, maar gewoon zo'n beetje onverantwoord at some point. In het begin vond ik dat cool en nu ben ik zo, eigenlijk heb ik dat echt totaal niet nodig. Nu, jij bent een pak ouder dan ons. Dat ga ik ook zo direct daarmee beginnen. 5 jaar ouder. Wat kunnen wij als 25-jarige van u leren? Wat ik graag op mijn 25 had geweten, is gewoon just be yourself. Dat is al iets heel simpel. En als je iets van ambities hebt om iets sportief te doen, begin daar gewoon nu al aan. Oké. Ik weet niet of dat iets is wat u interesseert of zo, ja, maar... Ik ben wel een beetje aan het nadenken over mijn fysieke gezondheid meer en meer. Maar ja, ik wordt vaak gezegd dat zo uw limiet of uw piek zo rond uw 30 zit. En daarom vind ik het zo jammer dat ik misschien net iets te laat begonnen ben. Ja. Terwijl ik nu nog steeds superveel progress aan het maken ben. Maar wie weet, als ik bijvoorbeeld 5 jaar geleden was begonnen, was dat op een helemaal ander niveau. Had je meegedaan met spelen dit jaar? Who knows? Stel je voor. Who knows? Heb je ooit de ambitie gehad om echt zo super shredded te worden? Ik was vroeger wel echt super shredded eigenlijk. Echt? Maar dan zo eerder op mijn 18, 19, 20. Oké. Anabolen? Nee. Even checken. Nee, gewoon bowlen. Gewoon met bowlingballen, joh. Het is gewoon na school elke dag naar de gym. Ja. Oké. En dat was nice toen, maar ben die hobby wel echt gewoon verleerd of zo. Dat is wel goed dat je dan in die periode hebt geleerd hoe het is om te werken aan je lichaam en die discipline op te bouwen. Dat is wel regelmatig naar de gym te gaan of whatever. Dat is zeker inderdaad disciplinegebonden. Maar het probleem is gewoon, ja, eenmaal dat je daar dan zo uitvalt, wordt het ook zo tegen moeilijk om daar terug aan te beginnen. Dat is wel een soort van moeilijke cycle soms. Ja. Het gaat nog iets over dit onderwerp? Niet over sport, maar over iets anders. Ik vraag me altijd af aan muzikanten. Zijn er unieke dingen die op je rider staan? Op dit moment zijn dat gewoon de proteïnerepen en zo. Oké. Dat is echt het stereotype gymbro dat jij nu al aan... Bij Blackwave staat er ook zo wegwerpfototoestellen. Ah, leuk. Nice. Ja, dat is wel echt nice. Love that. Ze geven het niet altijd, maar als het er is, is het wel nice. Dat is leuk voor je tijdens de show inderdaad ook. Ja, zo random leuke shots. Voordat we kunnen afronden, zijn er een paar dingen dat we nog zeker moeten gedaan hebben. Eigenlijk vooral één. Dat is een comment creëren voor de mensen die tot het einde in deze podcast zijn geraakt. Dus we doen dat aan de hand van 3 woorden. Wij verzinnen er alle 3 1. Dat wordt de comments. Denk je dat je aan een woord kunt denken? Dat gaat lukken? Engels of Nederlands? Wow, dat is iets dat je zou de eerste Engelstalige zijn. Mag. Okay. Mag van mij. Wil wij ook in het Engels? Kunt je Engels? Ja. Bro, natuurlijk kan ik Engels praten, man. Mijn Engels is very nice. Ik vergeet dat soms. Oké. 3, 2, 1. Dummies. Lost Dummies Sauce. Je zei Lost, hè? Ja. Lost Dummies Sauce. Drop het in de comments om te bewijzen dat je tot dit punt bent geraakt in de podcast. Alright, zoals elke week geven we weer een shout-out in deze podcast aan een van jullie. Maar deze keer is dat een heel unieke, want op Instagram had ik een giveaway gepost van 2 tickets voor de Red Bull Soundclash, waar dus Blackwave tegen Compact Disk Dummies gaan strijden. Dat is op donderdag 7 november. Als deze podcast online komt, is dat dus over 2 dagen. En ja, belangrijk, tickets zijn uitverkocht. Klopt, dit zijn de enige 2 tickets die nog weggegeven worden. En de winnaar, mocht jij kiezen... Met mijn onschuldige hand. De winnaar is dus één van jullie die hier gereageerd heeft op deze Instagram-video. Heb je hem? Ja. De winnaar is... Dagmar Verbrugge. Dagmar. Elke gedacht heeft. Dagmar Verbrugge en Elke Hoornaerts. Dagmar en Elke, wij gaan er ook zijn. Ik ga jullie ook deze doos opsturen. Insane package. Dus, karton... Een vinylplaat van hun single die ze samen hebben gemaakt. Dan deze pin en deze merch. Uiteraard ook wel Red Bulls. Dagmar en Elke, die zijn dus voor jullie. Stuur me gewoon jullie e-mail via Instagram en dan komt alles jullie kant uit. Oké. Terug naar Jean. Terug naar Jean. Voor deze aflevering, is er iets of iemand die jij nog een shout-out wilt geven? Shout-out to my moms, my family. Niet naar de Compact Disk Dummies. Niet naar de Compact Disk Dummies. Ja, shout-out naar jullie. Wow. Om mij hier te mogen zetten. Dat is ongelooflijk lief. Om mij hier te zetten, bedoel ik. En ja, naar het hele team die achter het project staat ook gewoon. Yeah. And that's about it. That's a lot. Thanks guys. Ik wou boys zeggen, maar even thanks guys, allemaal. Merci om hier te zijn, man. Met plezier. Fucking gezellig. Dat is heel leuk. Like, abonneer, al die goede shit is goed voor mijn ego. En tot volgende maandag.